Mijn naam is Sanne Ettinga van Geodan en ik ben hier om iets te vertellen over 3D for Environmental Modeling. Dit project bestaat eigenlijk uit drie hoofdmoten. De eerste is een kaart maken van heel Nederland in 3D, dus lengte, breedte en hoogte. En om die dus landelijk dekkend te maken, dus de grote steden en de kleine dorpjes, allemaal gewoon goede data beschikbaar. Ten tweede is, dan heb je al die data, dat is nogal wat bytes. Maar die wil je dus beheren, die wil je updaten. Dus hoe gaan we dat nou aanpakken zonder dat we daar de hele tijd maar mee bezig zijn? Dat is de tweede stap. En de derde stap is, hoe kunnen we die data nou toegankelijk maken voor allerlei modellen, zodat we dus milieu-impacten zoals geluid, luchtkwaliteit, dat we dat soort dingen in kaart kunnen brengen, kunnen uitrekenen en ook mooi kunnen visualiseren, zodat gemeentes, burgers, bedrijven daar ook goede beslissingen op kunnen baseren. Dus het belangrijkste is dat het landelijk dekkend en accuraat is. En dus zo kunnen we dus ruimtelijke ordening beter visualiseren en ook toegankelijker maken voor de burger. En het mooie van dit project is dus dat ook al die pilaren die ik zojuist heb genoemd, dus de kennisinstellingen, dat zijn dus de TU Delft, de TU Twente en de Vrije Universiteit in Amsterdam, maar ook het bedrijfsleven onder andere Geodan en Esri, en ook, maar ook dus gemeentes en overheden zoals de gemeente Den Haag en de gemeente Rotterdam en via hun ook de burgers. Zo is dus eigenlijk de hele Nederlandse maatschappij vertegenwoordigd in dit consortium en zo wordt er dus ook rekening gehouden met wat iedereen nodig heeft uit deze datasets eigenlijk.